Dus ik dacht, hé, dat ga ik proberen. Maar ik heb het nog niet gegeten. Dus ik ben heel benieuwd. Oh, nee, ho, dit is niet de bedoeling. Nee, ho. Dit is voor het eerste keer dat ik het doe. En ik ga, heb ik besloten, daar een winactie over doen. Welkom bij een nieuwe vlog van Irma Knol. Irma Knol, dat ben ik. En ik ben vanochtend eerst even op bezoek bij mijn ouders. Is alweer een poosje geleden dat ze in de vlog waren. Dus dat werd weer eens tijd. Daarna ga ik lekker sporten. Maar eerst koffie bij mijn ouders. Oh. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zat net aan te kondigen dat ik een kop koffie ging drinken. We zijn nu aankomen, hoor. Nou, heel fijn. Inmiddels zit ik aan de koffie. En mijn moeder heeft haar even gefeund. Want ja, met dat haar kun je natuurlijk niet in de vlog komen. Nee, dat kan niet. Dus ze ziet er weer helemaal op en top uit. Dat hoop ik. Nou ja, dat is sowieso. Ja. Waarom niet? Het is gewoon een mooi overhemd. Ja, mooi hè? Je hoeft ook niet te zeggen waar hij vandaan komt, toch? Nee, maar ik vind hem zelf een beetje vrouwelijk. Hij is wel heel erg, maar ik vind hem wel mooi. Want het is, je hebt niet zo'n oude mannenbloes aan. Nee, dat bedoel ik. Het is gewoon super modern. Ja. Zelfs Enzo vond hem mooi. Zelfs Enzo vond hem mooi, ja. En heb er ook een mooie trui bij. Ja. Nou, wij gaan lekker aan de koffie. Ik heb ook heerlijke koffie. Ja. Kijk, met een banaan, want ik ga zo meteen sporten. Dus ik heb een lekkere banaan erbij. Nou, daar was hem weer. Wordt vervolgd. Ja. Volgende maand. Dan komt er weer een nieuwe. Dan komt er weer een nieuwe op. Nadat ik bij mijn ouders ben geweest, heb ik heerlijk getraind. Niet alles kunnen doen wat ik normaal doe. Maar Jelke heeft de training wat aangepast. En zodat ik niet veel met mijn hoofd naar beneden ging. Niet op mijn hoofd hoeven te staan. Nou, dat hoef ik anders ook niet. Maar ik heb wel heerlijk gebokst en dat was super fijn. En nu heb ik dus mijn plek, mijn oog, een beetje weggewerkt met make-up. En dat is best redelijk gelukt. Dus ik vind het helemaal prima. Maar nu ligt Gert op de bank. Want Gert is een beetje ziek. Ja. Ik zal je niet te lang in beeld doen. Oké, ik ga verder voor Gert zorgen. Het is dinsdagochtend en de zon die schijnt af en toe. Dus zo snel mogelijk naar buiten. En het goede nieuws is, Gert is een beetje opgeknapt. Is nog niet helemaal beter, maar heeft geen koorts meer. Dus wat ga ik doen? Ik neem Gert mee. Een beetje frisse lucht, Gert. Misschien is dat goed. Ik denk het wel. We gaan gewoon even lekker naar buiten. Ga je mee? Ja. Zonnebril op en we gaan naar buiten. Het waait enorm, maar het is wel even lekker fris. Even lekker naar buiten. Oh, wat lekker die zon zeg. We zijn bijna weer thuis, inmiddels binnen. We gaan even met de lift. Maar we hebben gescoord. Het regent inmiddels, maar we hebben moest kijken. Prachtige hier, Sinter gescoord. Dus dat gaat helemaal lukken. Maar het is ineens keihard beginnen te regenen. Regen, 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 regen. Oh, ben. En alles is weer grijs. Regen. We zijn weer binnen. Het is niet zo heel mooi weer. Sterker nog, het regent alleen maar. Maar we zijn wel geslaagd met de hyacinten. Dus ik vind het mooi. En nu, ja, wat anders dan. Koffie! Bijna vergeten, maar ik ga nu naar de huidtherapeute, naar Manon. En volgens mij gaat ze iets met mijn décolleté doen. Dus ik ben heel benieuwd. Ga kijken. Ik ben er klaar voor. Hier wordt er gelaserd. En dat is omdat
pigment weg te halen en om het wat strakker te laten maken. Deze kant is gedaan. Tenminste, is die nog niet klaar? Nee, die is klaar. Oh, die is klaar, die is rood. Ja. Maar je ziet inderdaad wel heel goed het verschil, zeg. Wow. Oké. Dat is dus de helft. En nu de andere helft. Even een siroopje erop. Oh, dat is lekker cool, zeg. Lekker, hè? Oh, dat is lekker gevoel. Het ziet er goed uit, zei jij, hè? Ja, het ziet er heel goed uit. Inmiddels is het alweer woensdag. En ja, mijn haar is nog nat. Vanochtend heb ik heerlijk mijn personal training gehad. Maar ik moet nog wel even lunchen. En wat ga ik lunchen? En dat vind ik echt zo verschrikkelijk lekker. Dat is deze heerlijke kwark. En daar zit ook een beetje kokos door. En dan heb ik een klein beetje muesli. Maar die muesli, zal ik heel eerlijk zeggen, kijk, dit is eigenlijk die muesli, maar er zit heel veel rozijntjes door en dat vind ik niet zo lekker. Dus die haal ik er steeds uit en dan ga ik echt zo en dan pik ik die rozijntjes eruit en dan ga ik dat opeten. Nou, dat is een beetje stom natuurlijk, want er is vast ook muesli zonder rozijntjes. Dus dan moet ik maar eens op zoek gaan naar de muesli zonder rozijntjes. Maar ik doe er nog wat in en dat is kokosrasp. Kijk, hoppatee, een beetje kokosrasp erbij, een beetje kwark met kokos erdoor. Nou, ik kan nog wel een schepje bij, ik heb trek. Oh, lekker. Het is alweer donderdag en ik heb van alles gedaan, maar ik heb me nog niet opgemaakt. En dat is dus duidelijk te zien, zo ziet het er nu uit. Het is echt, het zakt helemaal naar beneden. Maar ondertussen is het alweer lunchtijd. En ja, ik liet gisteren zien dat ik deze zo lekker vind. Die is echt super lekker. Met kokos erin. Maar wat ik niet verteld heb, is dat Maxima het ook heel erg lekker vindt. Het laatste beetje, een paar likjes eruit. En dat vindt ze heerlijk. En dat wil ik toch even laten zien. Kijk eens. Nou, mag jij er wat van hebben? Oh. Vind je het niet lekker? Je vindt het altijd zo lekker. Wat is het nou weer voor reks? Kijk dan. Dit is dus echt heel raar. Normaal lust ze het altijd. Dat is echt heel vreemd. Maar ik weet al wat er aan de hand is. Normaal schep ik het altijd in een kommetje. En uit dat kommetje, daar likt ze dan altijd de laatste restjes. Maar dit is een bakje. En mevrouw denkt, dat ga ik dus niet doen. Dan heb ik natuurlijk die hyacinthe gehaald. Maar kijk eens, deze gaat al mooi. Dat is de witte. En volgens mij wordt die oranje. En die ook. Zo mooi, hè? Ik vind het heel mooi. Dan heb ik heerlijk geluncht met die lekkere kwark. Lievelingskwark. Maar dan las ik laatst. Avocado is natuurlijk heel goed. Dat heb ik niet laatst gelezen. Dat weet ik al heel lang en heel veel met mij, denk ik. Avocado is enorm gezond. Maar ik vind avocado zo, om te lepelen vind ik niet echt lekker. Door een salade lust ik het wel. Maar nu heb ik laatst ook gelezen, ei met avocado uit de oven. En dat heb ik net gemaakt. En dat is dit. Je doet gewoon een avocado doormidden. En dan heb je dus twee helften, logisch. En je haalt de pit eruit. En dan doe je een ei, doe je dus erin. Dus je doet gewoon zoals je een ei breekt. Gewoon zoals je een ei breekt, dat doe je erin. Je zet het in de oven voor 15 minuten. En dan heb je een super gezond tussendoortje. Nou, ik had nog een beetje trek, want ik heb er deze keer geen muesli door gedaan door de kwark. Alleen maar gewoon kwark. Dus ik dacht, hey, dat ga ik proberen. Maar ik heb het nog niet gegeten. Dus ik ben heel benieuwd. Nou, zo ziet het er dus uit. Oh my god. Oké. Ga het doen. Nou, ik kan er natuurlijk een beetje peper of zout op doen. Nou, ik gebruik zelf nooit zout. Ik gebruik wel veel kruiden en zo. Ik vind het lekker. Jeetje. Zo lust ik dus wel heel graag avocado. Goeie tip. Maar echt super aanraden. Dus heel simpel. Avocado door de midden. Twee helften. Pit eruit. Eitje erin.
15 minuten in de oven. En dan heb je gewoon twee hapjes. Ik heb er nu dus natuurlijk één. Ik ga zo meteen op weg naar Hoogveen. En nou ja, je ziet het dan wel. Het is helemaal mooi geworden. Wat heb ik namelijk gedaan? Dinsdag was ik bij Manon, bij de huidtherapeut. En ik vertelde haar dat ik ook nog een keer 's avonds weg moet. Toen zei ze van, nou ja, maar ik kan waarschijnlijk met make-up kan ik het wel goed wegwerken. En natuurlijk heb ik zelf ook wel het een en ander. Maar het was zo, ja, nou ja, je hebt het gezien, zo donker en zo uitgebreid geworden. En Manon zei van dinsdag, weet je, kom donderdagmiddag maar even langs. En dan ga ik proberen jou weer, nou ja, mooi te maken. In ieder geval dat je er weer goed uitziet zonder die blauwe plek. Nou, je ziet het. Ik vind het er echt, moet kijken, fantastisch uitzien. En ik ga helemaal gelukkig de deur uit. Dus ik ga eerst lekker eten met Christian. Ik ben inmiddels aangekomen in Hotel van der Valk. In, waar is het eigenlijk? Spier Dwingelo? Hey, Christian! Hallo! Hoe is ie? Ja, goed hoor. Hartstikke goed. Hallo allemaal. Dit is dus Christian. Ja. En we hebben elkaar heel lang niet gezien. Ja, heel lang niet gezien, dus we gaan lekker bijpraten. We gaan lekker bijpraten. Ik heb er enorm zin in en ik heb op trek. En het is altijd heel gezellig met jou. Nee, dat is altijd wel. Komt helemaal goed. We gaan lekker eten. En ik heb net een kar vol met boodschappen gehaald. En ja, als ik dan thuis kom, dan staat Maxima natuurlijk weer te mouwen. Want ja, Maxima weet gewoon, als ik weg ben geweest, en zij weet natuurlijk niet hoe lang, of het nou 1 minuut is of 10 minuten of 3 uur. Altijd als ik weg ben geweest, staat ze te mouwen. En je hoort er al. Ja, je begint allemaal te springen, hè? Ja, ik weet het. Jij mag een paar kattensnoepjes. Een paar snoepjes. Dat is lekker, hè? Lekker. Oh, nee, ho. Dit is niet de bedoeling. Nee, ho. Eén keer is genoeg, Max. De kar vol met boodschappen. Ja, die kunnen wij hier neerzetten. En die breng ik straks weer netjes terug naar de Albert Heijn. Want wij wonen zo dichtbij dat we gewoon een boodschappenkarretje even mee kunnen nemen naar huis. Hoe leuk is dat? Ik vind het handig. Maar ik breng hem netjes weer terug. De make-up is er weer af. Het ziet er echt nog steeds vreselijk uit. Maar goed, ik zie het niet als ik niet in de spiegel kijk. Of als ik niet in de camera kijk. Dus zo makkelijk is dat. Ik heb me ondertussen omgekleed. Want ik ga zometeen sporten. Maar ik ben eerst lekkere tomatensoep aan het maken. En dit is het begin. Kijk eens. Uitjes, twee winterwortels, lekker knoflook. Oh, dat ruikt lekker. Het ruikt zo lekker, want Gert is namelijk onderweg naar huis. En die is zo meteen thuis, dan is ongeveer de soep klaar, denk ik. Maar ik moet dan weg, want ik ga sporten. Dus ik ga natuurlijk na het sporten lekker eten. Ik heb net even een lekker banaantje genomen voor de energie. En ik ga nu eens verder met koken. En de volgende stap, ja, dat kan al wel. De volgende stap is tomatenpuree en de tijm. Die moet er eerst in. Dus die ga ik er nu even in doen. En dan kunnen nu de tomaten erbij in. Wow, dat zijn daar heel wat. De simpele tomatensoep. En dan heb ik twee runde bouillonblokjes. Die gooi ik er ook bij in. Dan breng ik het lekker aan de kook. Nou ja, en dan moet het even 15 minuten koken. Dan ga ik het pureren. En dan gooi ik er nog wat balletjes bij. Want ja, Gert is erbij en Gert houdt van vlees. Dus er komen ook nog wat balletjes bij. Maar ik ga het eerst lekker aan de kook brengen. Inmiddels is Gert thuisgekomen en die neemt even het koken van de tomatensoep over. Want ik moet zo meteen weg. Mijn timing was iets te laat. Maar ondertussen kookt de soep wel. Bijna. Dus. Kijk. Ziet er wel heel lekker uit hoor. En draait ook lekker. Toch Gert? Ja, ik geloof het dat een ik ben ik man. Ja, lekker veel knoflook erin. Mmm. Ik heb wel knoflook. Daar ben ik echt heel gek op. Oké, de balletjes zijn ook gedraaid. De balletjes
Speciaal voor jou, Gert. En dan ga ik jou zometeen de staafmixer geven. Dat is en dan mag je... Nou, dat is helemaal niet zo spannend. En dan mag jij hier gaan staafmixeren. Staafmixeren. Dat is vast geen woord. Nee, pureren. Pureren, jeetje. Wow. Vandaag is er iets binnengekomen en ik vind het echt super, super leuk. Ja, heel spannend. Het is voor het eerste keer dat ik het doe. En heb ik besloten daar een winactie over doen. Een winactie. Want ik heb namelijk iets limited edition. Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik vind het zo leuk, zo spannend. En het zit hierin. Ik ga het even laten zien. Het zijn een paar dozen. Wat ik zei, dit is het dan ook. Dit is het echt. Dit is een limited edition. Limited edition. Nee, echt waar. Ik vind het super leuk geworden. En binnenkort kun je dus winnen. Volg mij op Insta. Dan komt er binnenkort een winactie. En je kunt het binnenkort ook nog bestellen. Maar daarover komt nog veel meer. Ik laat nog wel veel meer zien in de volgende video. En op mijn Insta. Dus het komt helemaal goed. Ik vind het super, super spannend. Dus hou het in de gaten. En ja, dit is het einde van de vlog. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vergeet niet een blauwe duimpje omhoog te abonneren op mijn kanaal. Ik heb bijna 50.000 abonnees. Dus abonneer, help me mee. Het is gratis. En super bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. En hou mijn Insta in de gaten. Limited edition. Dag!